Welkom bij AgroVex, een programma van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. In deze aflevering van AgroVex zullen wij enkele van de in juni gehouden activiteiten voor u belichten. Een van de hoogtepunten is het door Suriname verworven voorzitterschap van de CGPC. Van 10 tot 12 juni faciliteerde het ministerie van LVV de bijeenkomst van de 15 kernleden van de Coordinating Group of Pesticides Control Boards of the Caribbean, CGPC, waar Suriname ook lid van is. Tijdens deze jaarlijkse meetings fungeert de registrator van het gastland als voorzitter van de CGPC voor de duur van de periode tot de volgende vergadering. Dit betekent dus dat Suriname, in de persoon van Carmen van Dijk, waarnemend hoofd van de afdeling bestrijdingsmiddelen op LVV, deze eer nu ten beurt valt. Suriname is voorzitter geworden van de Coordinating Group of Pesticide Control Boards in the Caribbean. Is wel eigenlijk een beetje frappant. Suriname heeft geen pesticidenboord. Wel werken we samen met andere instanties, zoals volksgezondheid. We hebben ook onze onderafdelingen waarmee we samenwerken. Want wat is eigenlijk het werk van CGPC? Wie zijn de mensen die allemaal werken binnen CGPC? Het zijn allemaal mensen die werken aan het registreren van pesticiden die het land moeten binnenkomen. Dus in feite is de CGPC eigenlijk een orgaan die elke dag met elkaar in contact staat om te bewaken wat voor pesticiden de regio binnenkomt. En we willen zelfs zo ver gaan. Sommige landen zijn al zo ver dat ze niet alleen maar pesticiden doen, maar ook industriële chemicaliën registreren. Dus de hoofdtaak is eigenlijk het bewaken van welke pesticiden het Caribisch gebied binnenkomt. Dus deze groep, CGPC, gaat veel verder dan alleen maar het registreren en het gebruiken ervan monitoren. We gaan veel verder. Er wordt gewerkt aan wetgeving, het harmoniseren van wetgeving binnen de regio, dat we met z'n allen dezelfde wetgeving hebben. En als voorzitter moet jij dan, er worden dan targets gesteld van werkzaamheden die binnen een jaar moeten gebeuren. En als voorzitter moet je natuurlijk erachteraan zitten dat mensen zich aan hun afspraken houden. De delegatie van de CGPC bracht een werkbezoek aan de oude suikerrietplantage te Marienburg om aldaar boringen te verrichten. De opgedane kennis zullen zij vervolgens in eigen land in praktijk moeten overbrengen. Op woensdag 12 juni 2019 zijn we hier met de Coordinating Group of Pesticide Control Boards of the Caribbean. De hele groep is hier aanwezig. Ook afgevaardigden van CARICOM, van CARDI, van ICA zijn hier aanwezig om in praktijk bodemmonsters te nemen van met pesticiden gecontamineerde gronden. We hebben de resultaten gehad van de vorige bemonstering. Dat was dus een jaar geleden. En daaruit bleek dat er dus hele lage residugehaltes aan pesticiden zijn gevonden. En nu wordt er dus een discretere bemonstering gedaan. En deze mensen worden dan in praktijk bijgebracht. Hoe ze het moeten doen, want als ze terug gaan naar hun land, moet dat dan zelfstandig gedaan worden in hun eigen land. Hey, it's not a problem because look, at 20 centimeters we already hitting the water table, so there's really no significant reason to go too far down again. Yeah? Because we already hit the water table, we already hit where the soil moves into essentially a hydrological So this training we are learning how to take samples and how to be very careful with our sample taking, as well as what the next steps you do after that, because then you have to get them to a laboratory. We also did some preliminary training where we were educated on the things you need to consider before actually even going to take the sample. Like you have to do your historic check to find out, as in this case, what might have been the pesticides here.
and the effect that these pesticides could have. So you'll get a good idea of how to go about your particular sample taking. So yes, this would be definitely a benefit for our country. Staf en personeel van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme hebben op 21 juni 2019 de training Algemene Landbouw- en Plantvermeerderingstechnieken afgesloten. Dit vond plaats op de LVV-kwekerij te Tamansari in het district Kommewijnen. De training was een initiatief van de toenmalige onderdirecteur van marktbeheersing op HINT, Danielle Sumter, thans lid van de Nationale Assemblée. Binnen een werkgesprek heb ik meneer Warso leren kennen, de coördinator West van LVV. En in dat gesprek spraken we dus eigenlijk over de trainingen die hij geeft. Ik gaf hem aan dat ik inderdaad heel veel heb gehoord van de trainingen van LVV, maar dat zelf niet heb meegemaakt. In het kader daarvan begonnen we te brainstormen en gaf ik aan dat er eigenlijk mensen waren die interesse hadden. Blijkt nu dat toen ik het voor heb gelegd aan de leiding van het ministerie, de leiding aangaf dat de mensen van HI wel degelijk ook behoefte hebben. Dat betekende dus dat waar we zouden aansluiten bij een training van meneer Warso, het was dat we een eigen training zouden moeten opzetten. De leiding van het ministerie ging daar akkoord mee. We hebben dan mensen geregistreerd. We moesten het natuurlijk een beetje limitatief. Het was de eerste pilot die we hebben gedraaid. Waarom? Omdat het namelijk in de bedoeling ligt dat wanneer we dat voor HI hebben gedaan, wij een volgende stap willen maken. Zoals u weet heeft het ministerie al ondernemerschapstrainingen. Maar we zijn ook de mening toegedaan dat de Surinamer op de hoogte moet zijn en kennis moet dragen. En dat we dus eigenlijk zeggen van grond naar mond, dat mensen het onderscheid leren en dat men dus eigenlijk ook voor zichzelf leert planten. Het is veel gezonder ook zo voor de mensen. Ze weten wat het is dat ze eten. In het kader daarvan gaan we dus een stap verder gaan en dan gaan we zeggen dat los van ondernemerschapstrainingen, wij dus eigenlijk ook een samenwerking willen aangaan met LVV om op die manier dan ook trainingen te verzorgen. Het is zo dat de minister van HI ons gevraagd heeft om een training voor, dus het is een algemene landbouwtraining en plantvermeerdering. Dat houdt in dat je alles krijgt wat landbouw rakende. Vooral het verantwoord gebruik van pesticiden in de landbouw, die is wel veel ter sprake, zijn ook zoveel vragen, want uiteindelijk moet je veilig produceren. En die plantvermeerdering, zij zelf zijn zo enthousiast en dat betekent dat ze zelf hun plantjes kunnen maken na deze training. Tijdens de praktijktraining werden er demonstraties gegeven over het aanmaken van compost, als ook de verschillende plantvermeerderingstechnieken zoals oculeren, marcoteren, stekken en enten. Hierna kregen de deelnemers de gelegenheid om deze technieken zelf toe te passen. Ik heb het als heel leerrijk ervaren. Het is natuurlijk heel goed dat je dat zelf nu kan. Je kan dus, ik kon natuurlijk al planten, maar ik heb natuurlijk nu de skills geleerd en de know-how. En dat zal ik toepassen in de praktijk om dan verder te gaan, want ik was meer bezig als amateur. En nu wil ik natuurlijk hopelijk iets uitgebreider doorgaan. En ik heb daardoor heel veel kunnen opsteken. De technieken heb ik geleerd. Ik heb dus geleerd hoe je planten kan vermeerderen. Ik heb geleerd hoe je compost kan maken. En dat alles wist ik in feite niet. Ik heb het ervoor anders gedaan en nu pas ik het dan toe volgens de richtlijnen zoals ik dat heb geleerd tijdens de training. Dus het is een heel goed initiatief geweest van LVV. Ik zou zeggen dat ze er door mee moeten gaan, hè, zodat wij in de toekomst meerdere mensen kunnen motiveren om dan zoiets te doen en dan ook hun eigen planten te vermeerderen. Dit is echt een soort eye-opener voor mij geweest. Ik heb van school uit biologielessen en dergelijke, krijgt u deze dingen mee. Hè? Maar vaak genoeg, dat praktisch gedeelte gaat u even nog, ervaart u niet echt.
En dit is wat we hier, na zoveel jaren, weet u, u werkt nu en dergelijke, dat het een soort refreshment is van wat u allemaal hebt geleerd, of tenminste voor mij. En ook dat praktisch gedeelte is bijgegeven, meegegeven. En dat kan ik heel makkelijk en toepassen in wat ik al thuis doe. Ja. In de productie willen gaan. De training werd officieel afgesloten middels een toespraak van de directeur van LVV, de heer Deepak Jairam. Hij drukte de deelnemers op het hart de opgedane kennis daadwerkelijk om te zetten in de praktijk. De deelnemers, die allen een certificaat van deelname van het ministerie van LVV ontvingen, spraken de hoop op vervolgtrainingen uit. Enkele jongeren van het resort Flora uit het district Paramaribo kregen op 14 juni een rondleiding op het onderdirectoraat landbouw. De voorlichters van het onderdirectoraat hebben de jongeren gewezen hoe zij plantjes kunnen uitzaaien in zaaibakken. Verder mochten de jongeren kennis maken met irrigatiesystemen en leerden deze aan te sluiten in een plantenkas. De jongeren waren onder de indruk van de rondleiding. De opgedane kennis wensen zij te delen met andere jongeren uit dit resort. Enkelen zijn reeds bezig jongeren bewust te maken en hen te stimuleren om de agrarische sector in te gaan. Ze zijn van mening dat jongeren veel kunnen bereiken binnen de landbouwsector. De delegatie van Flora heeft het onderdirectoraat gevraagd om trainingen met betrekking tot planten te verzorgen aan andere jongeren van dit resort. Bent ook u geïnteresseerd in een training of een rondleiding op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit was het voor AgroFacts. Tot de volgende keer.